zijn we hoor. Het is niet Tokio. Oké, nu alleen nog even de ingang vinden. De trein met Mickey Mouse oren. Kan je het zien? Ja, de bus en de trein hebben allebei Mickey Mouse oren. Jullie tas wordt zo'n wegcontrole. Echt? Oh, ik heb drinken. Wacht, laat me eerst drinken. De rij is niet eens zo lang. Geweldig. Mooi toch? We zijn er. Dus dit is ook de uitgang. Ja, waarschijnlijk. Dus. Oh, kijk hier rij dan. Dan ga ik het filmen. We mogen ook zo lopen. Nu kunnen we drie mensen. Waar mogen zij wel met z'n vieren dan? We zagen toch echt iemand met z'n drieën toch in die afpas zitten? Ja, we zagen echt drie mensen naast. Waren te dik? Ja, ik denk dat ze waren vanwege onze tassen. Oh. Vanwege voeten, weet je wel? Ja. Dus daarom was het. Maar die meisjes, die Koreaanse meisjes waren ook van, oh, oké, okay, weet je. Leuk. Ze was dus van buigen van, leuk naast je te zitten, laten we genieten. Ja, die nummer 6 was niet naast me. Die bos. Nee, maar dat is wel aardig. Ja, die ene die boven die zat niet naast me. Nee. Die andere was shy. Oh. Ze zei niks. Nee. Ja, we gilden allemaal. Dat was wat. Zij niet? Nee. Ik weet niet of je hebt gezien, maar zij gaf heel weinig emoties. Dus ik vond het een beetje apart. Kip Noah. Wat? Kip Noah. Nou, dat is niet erg. Ik had geen last van haar. Beter dan iemand die de hele tijd tegen je aan gaat. Zeg maar, omdat ze hun handen omhoog hebben en dan de hele tijd tegen je aanramt. Dat vind ik erger. Oké, daar gaan we hoor. Oh, ik had aan die kant moeten zitten of niet?
Ik heb die gekozen, want ik weet het niet. Rijst. Thank you. Arigato? Nee, ik denk het niet. Heb je gewoon? Zo schattig. Thank you. Sakura, Starbucks. Het smaakt heel zoet. Het is echt hier zoete melk. Is het koffie of niet? Of zit er helemaal geen koffie in, Jade? Het is milk latte. Oh, het is melk latte. Zoals ze zegt. Dus er zit melk in, latte. Sakura smaak. Het is heel zoet. Het is echt lekker. En er zit een beetje kaneel in, vind ik. De mooie sakura beker.